Hey, ik zit in mijn serie over wijsheid en die is eigenlijk een beetje spontaan ontstaan bij mij. Maar ik krijg er heel veel feedback op, heel veel mensen genieten ervan. Het is lekker zwart-wit, het is duidelijk. Dus laten we er nog even op doorbeduren. En vanmorgen wijsheid voor wereldgelijkvormigheid. Weet je, we halen het ook iedere week Salomo aan. Maar van de week sprak ik een jong iemand en die zei tegen mij... Oh Peter, die serie van wijsheid die spreekt me zo aan. En toen viel me eigenlijk voor mij weer een kwartje. Het ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Er is geen wijsheid zonder ontzag voor God. Wijsheid, ontzag voor God, is het fundament van je levenshuis. Zonder wijsheid heb je niets. Met andere woorden, zonder de wijsheid van God, zonder ontzag voor God... en je hebt ontzag voor iemand als je doet wat hij zegt. We hebben hier allemaal ouders en we hebben soms kinderen die horen ons wel... maar die hebben niet altijd het ontzag, dus ze doen niet altijd wat ze zeggen. Maar ontzag is doen wat hij zegt. Maar als we geen ontzag hebben, dan zijn we dus dwaas, dan zijn we dom. En ik vroeg aan ChatGPT, het is leuk dat je allemaal vragen gaat stellen... Geef mij nou eens andere woorden voor mensen die dwaas zijn en die dom zijn. En eigenlijk gaf ChatGPT niet hele vriendelijke woorden. Misschien wel de woorden die absoluut ongelovigen uitspreken over mensen die wel geloven. Maar de woorden die ik terugkreeg, trouwens, willen jullie de woorden horen of willen ze niet horen? Oké, hij is niet altijd gelijk, hè? Maar wat hij zei is, iemand die dwaas en dom is, die is onnozel. Die is gewoon onnozel. Die is simpel, die is achterlijk, die is debiel en die is knettergek. Dat is wat sommige mensen over gelovigen zeggen. Die gelovigen die zijn onnozel, die zijn simpel, die zijn achterlijk, die zijn debiel en knettergek. Dat ze geloven in een God die bestaat, die je niet kan zien. Daarom zijn we wereldvreemd. Dat we het afgelopen week of twee weken teruggereden hebben, wereldvreemd. We hadden het over Abel en we hadden het over Henoch en we hadden het over Abraham en we hadden het over Sarah en we hadden het over Noach. Die wereldvreemd waren, maar van God zei van... maar dit zijn de vijf mensen waar ik trots op ben. Ik schaam me niet om te zeggen van... ik ben de God van deze debiele, achterlijke, simpele, knettergekke mensen. Dat is waar ik trots op ben. En Jezus die heeft het over twee bouwers. De wijze bouwer en de dwaze bouwer. En natuurlijk, het boek Spreuken bestond in de tijd van Jezus al. Dus laten we eens even kijken wat hij zegt in Spreuken 24, vers 3. Laten we samen eens lezen. Door wijsheid... wordt een huis gebouwd. Met andere woorden, als je je levenshuis wil bouwen... Jezus heeft een wijze en een dwaze bouwen... dan begint dat met wijsheid. Je bouwt je huis stabiel en stevig met wijsheid. En door inzicht wordt het gegrondvest. Door wijsheid is, weten we nu, is ontzag voor God en doen wat hij zegt. Inzicht gaat een stapje verder. Inzicht betekent dat je zoveel tijd met dat woord doorbrengt... dat het licht aangaat en het kwartje valt... en dat je echt begint te begrijpen... waarom is dat nu zo ontzettend belangrijk. En zie een inzicht, dat is uiteindelijk je fundament. Dan heb je een huis gebouwd, maar dan is het nog leeg. Maar door kennis, zodat we Gods woord lezen en weten wat er staat... het volk gaat verloren omdat ze geen kennis hebben. Maar door kennis worden de binnenkamers gevuld... met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Weet je, en het gaat hier niet per se over de rijkdom van ons huis... en de meubels en de spullen die we in ons huis hebben. Dit gaat ook over ons geestelijke huis. En ons geestelijke huis bouwen met wijsheid, met inzicht en met kennis. En ons huis wordt gevuld met bovennatuurlijke rust... met bovennatuurlijke vrede, met bovennatuurlijke wijsheid... met bovennatuurlijke blijdschap, omdat we met wijsheid bouwen. En dus een wijs man... iemand die dit zo bouwt, een wijs man, dat gaat ook voor ons als vrouwen... een wijs man die is sterk. En een man van kennis zet zijn krachten in. Met andere woorden, hier zie je de roem dat mensen die ontzag hebben voor God... die bouwen stevig, die bouwen solide, die bouwen een rijk huis, die bouwen een vol huis. En dan komt de werkelijkheid, want het leven, als je wat ouder wordt... dan kom je er achter, soms ook als je jong bent, als je pech hebt... maar even, het leven is soms een strijd... Het leven is soms oorlog. Het leven is een uitdaging op zijn tijd. Want na rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf. Dus zie, niet oorlog voeren van anderen, maar soms moeten we vechten voor onszelf. We moeten opstaan, ons huis verdedigen, ons huis sterk bouwen. De stormen komen soms over ons huis heen. Je zult oorlog voeren. En de veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Dus weet je, het is niet de bedoeling...
Dat we alleen wandelen. Daarom is het zo krachtig als kerk samenkomen, ook in de zomerperiode. Dat je het woord hoort. Dat je in de foyer met elkaar even over de preek napraat. Wat heeft jou aangesproken? Dat je naar een connect gaat. Want een preek verandert je voor 10%. Erover praten met andere mensen, dat verandert je voor 90%. Alle wijsheid is voor een dwaas te hoog. Hij zal er de poort van zijn mond niet voor open doen. Alle wijsheid is voor een dwaas te hoog. Zie, alleen dwazen schuiven het woord van God opzij. Het is te hoog voor ze. Dwazen doen hun mond niet open om het woord van God te spreken en te zeggen, dit is wat God zegt. Een dwaas die denkt, moet het nog maar eens even zien. Een dwaas houdt zijn lippen op elkaar. Eerst zien, dan geloven. Maar een wijze, die pakt het woord van God. Die zegt, dit is wat God over de situatie gezegd heeft. Dit is wat God over mijn huwelijk zegt. Dit is wat God over mijn bedrijf zegt. Dit is wat God over mijn gezondheid zegt. Dit is wat God over mijn financiën zegt. Hij ziet het, hij leest het, hij heeft wijsheid, inzicht en kennis en hij spreekt het. Nou, we hebben afgelopen weken bij Jacobus gezien dat Jacobus zegt dat vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. En we hebben toen gekeken, oké, wat is het dan om wereldvreemd te zijn? Nu kijken we, wat is het dan om wereldgelijkvormig te zijn? Want dat willen we natuurlijk niet zijn. En mijn eerste punt van wereldgelijkvormigheid is dit. Je lichaam voor jezelf gebruiken. En ik denk dat wij ons lichaam enorm onderschatten. Romeinen 12, vers 1. Laten we dat samen lezen. Ik roep u er dan toe op, broeders en ook zussen, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Zie? Dus de oproep is om je lichaam aan God te wijden. Hoe? Als een levend offer. Nou, dat bedoelt niet meer dat je leven op de barbecue moet leggen. Maar het is hoe je leeft in je lichaam. En hier staat dan een heel belangrijk woord. Het lichaam is heilig. Het lichaam is heilig. Het lichaam is apart gezet. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Met andere woorden, gebruik je lichaam niet zo als de wereld hun lichaam gebruikt. Nog een keer. Gebruik je lichaam niet zoals de wereld zijn lichaam gebruikt. En dan in vers 2, en er staat dan en. Dat woordje en mag je rustig wegstrepen. Dus gebruik je lichaam niet zoals de wereld zijn lichaam gebruikt. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Zie, dus wordt veranderd in de vernieuwing van uw gezindheid. Van wat? Van hoe je over je lichaam denkt. We hebben de neiging om alles te brengen naar onze spirit. We zeggen, ja, we gaan naar de hemel en een lichaam sterft. Maar ons lichaam is heilig. Ons lichaam is apart gezet. Ons lichaam is waar we wonen, wordt veranderd door de vernieuwing van je lichaam. Ga anders denken over je lichaam. En als je anders gaat denken over je lichaam, dan ga je onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Heel veel mensen vragen van, wat is Gods wil voor mijn leven? Vooral jonge mensen hebben die vraag. Wat wil God met mijn leven? En dat is een groot blanco. Nou, begin bij het begin. Begin erbij om een goede visie te hebben op je lichaam als jong mens. En je lichaam aan God te geven als een levend offer. Dus we moeten ons denken over ons lichaam moeten vernieuwen. Dus we moeten weten dat ons lichaam is een tempel. Ons lichaam is een tempel. En de tempel, die is geheiligd. Je hoeft je niet heilig te voelen, maar de tempel is geheiligd. Want als je tempel niet geheiligd zou zijn, zou de Heilige Geest niet in jou kunnen wonen. Het feit dat de Heilige Geest in je woont, betekent dat je geheiligd bent, dat je apart gezet bent en je bent heilig, al doe je niet altijd heilige dingen. Maar je bent heilig gemaakt door het feit dat de Heilige Geest binnenin je woont. Daarom is het ook zo belangrijk om te beseffen dat alle vormen van onwaardigheid en minderwaardigheid zijn leugens. Het feit dat je niet goed genoeg bent, niet mooi genoeg bent, zijn allemaal leugens. Belangrijk om dat te beseffen. Wij laten ons zo gauw wijs maken dat we niet goed genoeg zijn
En dat we niet belangrijk zijn, maar God zegt, jouw lichaam, daar waar jij in woont, dat is mijn tempel. Daar woon ik en dat is heilig. Toen Adam en Eva in het paradijs waren en ze een fout maakten en ze kropen in de bosjes en God die komt, zie, en God die klaagt ze niet aan. God zegt tegen Adam en Eva, wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Met andere woorden, God heeft niet gezegd dat ze naakt waren. Hij was niet eens in de buurt. Zie, het feit dat je je zondig voelt, fout voelt, onwaardig voelt, is niet God die dat over jou zegt. Die klaagt jou niet aan. Het is iemand anders die je aanklaagt dat je onwaardig en onheilig en niet goed genoeg bent. Het is nooit God. God komt ter plekke op de scène bij Adam en Eva. Hij zegt, wat doe je daar? Heb je van die boom gegeten? En hij geeft geen veroordeling. Wat hij doet, hij helpt ze. Op het moment dat je hier zit en je voelt je niet goed genoeg, minderwaardig, onheilig, weet dat is niet God. Het is niet de stem van God. God zal je tegen je zeggen, mijn zoon, mijn dochter. Ik hou van jou. Kan ik je helpen? Kan ik je helpen? En het eerste wat God deed, hij slachtte een dier en hij bekleedde ze. De eerste stap die wij nemen als we van onze onwaardigheid en onze minderwaardigheid willen afkomen, is ons onderdompelen en ons bekleden met Jezus Christus. En dan mag je, als je in het bad komt, kan je iedere schuld, iedere schaamte, iedere tekortkoming, iedere minderwaardigheid, kun je de deur wijzen, want je zegt van, Christus woont in mij en ik ben bekleed met Christus. Wat ook belangrijk is om te beseffen is dit. Onze geest, onze ziel en onze lichaam zijn één. Onze geest, onze ziel en onze lichaam zijn één. Dat betekent ook dat als wij slecht voor ons lichaam zorgen, slecht slapen, weinig bewegen, weinig eten en we moe zijn en onszelf uitgeput hebben, dat het moeilijk is om ons lichaam te gebruiken voor de eer en de glorie van God waarvoor het bedoeld is. Ons lichaam is dus belangrijk. Het is belangrijk dat ons lichaam onderworpen is aan de geest. Niet aan onze ziel, maar aan wie God binnenin ons is. Dat die de leiding heeft. Maar ik denk belangrijk om te beseffen, God vindt het belangrijk dat je eet. God vindt het belangrijk dat je drinkt. God vindt het belangrijk dat je slaapt. God vindt het belangrijk dat je een goed en een gezond ritme hebt. Want dat is goed, want als je dat hebt, ben je fit en ben je sterk en ben je in staat om de tempel, het lichaam van God wat je gekregen hebt, te gebruiken voor het doel waarvoor God het je gegeven heeft. Elia zit uiteindelijk in de woestijn in een mentale, fysieke burn-out. En God komt op de scène en zegt tegen Elia, wat doe je hier? Wat doe je hier? Ga het gesprek aan. Nou, Elia heeft een hele klaagzang. En die zou het liefst met alles stoppen en opgeven en loslaten. En weet je wat God tegen hem zegt? Eten, drinken en slapen. Anders zou de reis voor jou te veel zijn. Om dat te doen, hij wilde stoppen. Maar God wilde dat hij doorging. Maar om te kunnen doen waarvoor God je op deze wereld geplaatst heeft, moet je eten, drinken en slapen. Je kunt dus eten, drinken, slapen, rusten in de tegenwoordigheid van God. Het is gewoon door je bewust te zijn als je naar bed gaat, dat God om ons heen is. Dat we in hem leven, in hem bewegen en dat hij binnen in ons is. En als we in die bewustheid gewoon gaan slapen, slapen we in de tegenwoordigheid van God. We kunnen eten in de tegenwoordigheid van God. We eten altijd in de tegenwoordigheid van God. En we drinken altijd in de tegenwoordigheid van God. We zijn nog niet altijd bewust dat we eten en drinken in de tegenwoordigheid van God. Wij maken het, ik zoek de tegenwoordigheid van God. En dan maken we het heel groot en heel holy. Nou, je hoeft de tegenwoordigheid van God niet te zoeken, want hij is binnenin je, hij is om je heen. Het enige wat je moet doen is dat je moet stil worden, zodat jij bewust bent dat hij bij je is. En dat je in zijn tegenwoordigheid bent. En er zijn de meest gewone dingen als eten, drinken, slapen, samen zijn, familie zijn. Het zijn allemaal dingen die je doet in de tegenwoordigheid van God. Leven de tegenwoordigheid van God heeft niks te maken met een holy, holy, holy. Het heeft te maken dat we bewust zijn dat we in zijn tegenwoordigheid leven, dat hij binnenin ons is, ons nooit begeeft en ons nooit verlaat. Dus Gods wil is dit, als het over ons lichaam gaat,
dat we ons lichaam als een offer aan hem teruggeven. Met andere woorden, dat we het lichaam wat we van hem gekregen hebben, wat een tempel is, niet voor onszelf gebruiken, maar dat we het voor God gebruiken. En dan zegt dit Bijbelvers, dat is je redelijke godsdienst. Redelijk betekent gewoon, hoe moeilijk wil je het maken? Als je hebt een lichaam van God gekregen, 1 plus 1 is 2. Waarom heb je dat lichaam gekregen? Om het terug te geven aan God. Om hem met dat lichaam te dienen. En dat is zo belangrijk, want weet je, in de context van dat ons lichaam een tempel is, schrijft Paulus in 2 Korinther 6 vers 1 het volgende. Als medearbeiders. Dus Paulus zegt niet van, ik ben de arbeider van God, ik ben de pastor, ik ben de evangelist, ik ben de grote man. Hij spreekt en hij zegt, als medearbeiders. Zoals we hier zitten, werken we allemaal mee aan het koninkrijk van God. Werken allemaal hard in het koninkrijk van God. En als medebouwers roep ik je ertoe op om de genade van God niet te vergeefs te ontvangen hebben. Hij zegt dus, we kunnen genade ontvangen van God. Eigenlijk voor niets. Want als we de genade ontvangen en niet onze lichamen gebruiken om hem te dienen en hem te eren, hebben we het te vergeefs ontvangen. De Bijbel zegt ook, we zullen rekenschap afleggen van alles wat we in, door en met dit lichaam hebben gedaan. Dit lichaam wat je hebt en waar je in woont, is je tool. Het heeft God je gegeven op je missie om te werken hier in deze wereld. Dus het is eigenlijk heel simpel. Als ons lichaam de tempel is, wat is het doel van ons lichaam? Het is niet anders dat mensen door jou God ontmoeten. Jij bent de poort naar de hemel hier op aarde. De bedoeling is mensen jou zien. Hoe moeten mensen God zien? Hij is onzichtbaar. Maar ze ontmoeten hem. Als mensen God willen zien, gaan ze naar een tempel. Nou, het is vakantie. Iedereen gaat naar de tempel, naar kerken. Vinden niet altijd wat ze zoeken, denk ik. Maar ze zouden God moeten ontdekken. En God moeten leren kennen in de ontmoeting met ons. Want wij zijn de tempel van God. Als ze zeggen, waar is God? Zou je moeten zeggen, kijk naar mij. Hij is binnen in mij. Zoals ik met jou omga. Zoals ik met jou praat. Zoals ik je help. Zoals ik je dien. Dat is de tegenwoordigheid van God. Dat is wie God is. Dat is een grote call om die te leggen op je leven. Maar dat is wat het is. De tempel is daar waar we God vinden. Dus als wij willen dat God, dat mensen door ons God ontmoeten. Wat zijn dan belangrijke keuzes die we moeten maken? Ik denk, de eerste vraag die we ons moeten stellen is van, en wie zit dan op de troon in de tempel? Zit ik op de troon? Of zit Christus op de troon? En ik weet, ja, ik heb Jezus aangenomen, zit in mij. Dat vraag ik niet. Ik vraag of hij op de troon zit. Is hij degene die heerst? Of heerst jij? En besluit jij? Wie zit er op de troon? Want je, er is eindtijd en een hoop mensen hebben het over de antichrist. Maar weet je, als jij op de troon zit, dan zit de antichrist op de troon. Want hij hoort op de troon te zitten. Het feit dat jij erop zit is antichrist. De Bijbel zegt in de eindtijd, als het de antichristus komt, en er zijn al vele antichristenen, zegt Johannes. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Met andere woorden, ze zetten zichzelf op de troon. In plaats van dat God op de troon zit. En dat is anti-tegen. Antichrist betekent gewoon tegen Christus. Het is niet Christus op de plaats waar hij zou moeten staan. Dat is dus één. Wie zit er op de troon? Het tweede die je moet afvragen, als wij dan de tempel zijn en hij woont binnen in ons, is de buitenkant van de tempel bekleed met Christus. Hoe worden we bekleed met Christus? Dat is heel eenvoudig. De Bijbel zegt, als we ons laten onderdompelen in water en bovenkomen, zijn we bekleed met Jezus Christus. Dus we moeten zorgen dat we onze tempel, dat is ons lichaam, in orde brengen voor het doel en voor de purpose waarvoor hij gegeven is. Dan het volgende is, in de tempel brandt het vuur. Dus is het vuur brandende binnen in jouw tempel? Is het vuur ontstoken? Want Jezus zegt, ik doop niet alleen met water, dat zegt Johannes over, maar ik doop met de Heilige Geest en ik doop met vuur. Dus wanneer functioneert onze tempel? Als Christus op de troon zit, als de buitenkant bekleed is met Christus en als het vuur van door de doop met de Heilige Geest binnen in ons ontstoken is. En dan komt de uitdaging,
dooft de Heilige Geest niet uit, zegt de Bijbel. Dan komt de uitdaging, wat Leon zei bij ons bidden en vasten in januari. Wij zijn de priesters van God. Onze taak is om het vuur brandende te houden. Onze taak is om het vuur brandende te houden. Dus misschien zeg je, ja, Peter, ik heb Christus op de troon zitten. Ja, ik ben gedoopt door water. Ja, ik ben gedoopt met de Heilige Geest. Volgende vraag is, brandt het vuur nog van binnen? Dat is onze taak en onze roep om het vuur branden te houden. Spurgeon zegt ergens, steek jezelf een brand. En je zal mensen zien die komen kijken van hoe je brandt. Niet letterlijk, bedoel even, voordat je denkt, het is altijd mensen. Bedoel, het gaat over hier, over... Ja, goed. Ik zeg het maar. Als je in Amerika zou zijn, dan zou iemand doen. Die zou je gelijk een schadeklim in je boek. U hebt gezegd dat we dat moesten doen. Nee, heb ik niet gezegd. Maar wij zijn zelf verantwoordelijk om het vuur brandende te houden. Dus hoe hou je het vuur brandende? Zonder vers offer geen vuur. Dus hier komt het. Dagelijks je lichaam offeren aan God. En zeggen, oké, dit is mijn redelijke godsdienst. Mijn lichaam niet gebruiken voor mezelf, maar mijn lichaam gebruiken voor God. Dus hoe doen we dat? Nou, in de eerste plaats is gewoon zeggen, Jezus Christus op de troon. De tweede is dit. Onze hersenen zijn gewoon een orgaan, net zoals je ogen, je hart, je nieren, je handen en je voeten. Je hersenen zijn gewoon deel van je lichaam. Dus als we God op één willen zetten en willen offeren, dan gaat het erover, zoals wij onze handen en onze ogen besturen, dat we ook onze hersenen beginnen te besturen. Want onze hersenen, die denken soms maar een end raak. Die denken soms de meest gekke, domme, zotte dingen, dat je denkt van, hoe in hemeltjes naam kan deze gedachte door mijn hoofd heen denken? Dat zijn je hersenen. Nou, voordat ik en mijn armen gaan me alle kanten op. Dan denk ik van, hé, armen, dit gaan we niet doen, hè? Ik neem controle over je. Zo zijn we geroepen om controle uit te oefenen over ons denken. Iedere strijd, iedere gedachte die door ons hoofd heen gaat, ja, dan zeggen we, maar dan word ik druk. Ja, in eerste instantie wel, ja. Daarbij heb je je hersenen heel lang hun gang laten gaan. Nu heb je tijd nodig om ze te temmen en op orde te brengen. Dus hoe ga je die bovenkamer op orde brengen? Niet door proberen anders te denken. Probeer maar. Je probeert anders te denken. Dat gaat nooit lukken. Er is maar één manier waarop je je hersenen verandert en door je hersenen anders gaan denken. We lazen net al, een dwaas neemt het woord van God niet op zijn lippen. Hoe verander je je denken? Op het moment dat je een gedachte spoort die niet in lijn is met Gods woord, door te spreken tegen jezelf en je mond te openen en te zeggen, maar dit is wat God zegt. En dan sorteren we ons lichaam, ons hoofd en onze hersenen langzamerhand uit en brengen ze op orde. Door alle wetenschappers tegenwoordig zijn het erover eens dat je je hersenen kunt veranderen. Dat je hersenen kunt vernieuwen. Het is totaal anders kunnen worden. Door de dingen die je denkt en door de dingen die je doet en door de dingen die je zegt. Dus Christus op de troon, onze hersenen uitsorteren en dan nu ons hele lichaam. Ons hele lichaam gebruiken voor Christus. Laten we een paar dingen die ik in de Bijbel vond opnoemen. Een offer van onze heilige lippen. Je mag je niet heilig voelen. En denk, oh, ik ben in de kerk en ik heb het echt verprutst van de week. Weet je, laat ik maar stil zijn bij de worship. Maakt niet uit wat je gedaan hebt, je lippen zijn heilig. En juist tegen de onwaardigheid in je lippen gebruiken om hem een offer te brengen. En hem te danken voor wie die is. Dat hij je verzoening en je vergeving is. Paulus zegt, hef je heilige handen op. Je handen zijn heilig. Altijd. Want de Heilige Geest komt in je. Paulus zegt, hef je heilige handen op om God te aanbidden. En om te bidden. Dat je lichaam gebruiken voor God als een offer. David die danste. Dat heilige voet, als ik het zo mag zeggen. Ik heb het woord niet kunnen vinden, maar hij heeft heilige voeten. En Daniel en Paulus, die knielen als ze bidden. Die kiezen er bewust voor om hun lichaam in een positie van onderdanigheid te brengen. Maar heb je het door? Probeer het maar, dat je hoofdje eruit praat, dat je op het moment dat je wil knielen. En dat je hoofdje eruit praat op het moment dat je wil spreken en wil prijzen. En dat je hoofdje en je hele lichaam eruit praat als dus je handen wil opheffen.
Maar wij zijn geroepen om ons denken te veranderen, zodat ons lichaam een offer wordt, een levend offer. En dat is, zo simpel als het is, dat is onze worship aan God. Ons lichaam gebruiken waarvoor het gegeven is. En dan denk ik dat specifiek dat we ook moeten beseffen dat seksualiteit heilig is. Seksuele gemeenschap is heilig. Het is worship. In de oude tijden, in alle afgodentempels, was seks een onderdeel van de aanbidding van God. Maar het is onze God die seks bedacht heeft. En het is onze God die het een plek heeft gegeven. En God keek ernaar en hij zei niet, het is goed. Hij zei, het is zeer goed. Dus weet je, als je jong bent en je leeft niet zoals deze wereld met in zijn lichaam leeft, is dat een offer wat je betaalt. Maar ik geloof dat het wijs is. Ja, jullie zullen zeggen, het is ouderwets. En ik zeg niet dat ik zelf allemaal tot de goede keuze heb gemaakt daarin. Maar haal een boterbriefje voordat je gaat samenwonen. Het is dat simpel. Zal ik wat specifieker maken? Haal een boterbriefje dat je seks hebt. Zo geregeld, hè, een boterbriefje op het gemeentehuis. Dan heb je commitment van de ander. Maar wij willen er casual mee omgaan. Het is ons lichaam. Ik mag besluiten wat ik met mijn lichaam doe. Nee, het is niet jouw lichaam. Het is van God. Het is heilig. Hij heeft het aan je gegeven. Niet voor je eigen gebruik. Voor zijn gebruik. Het grote feest met toeters en bellen kan altijd op een ander moment. Maar jouw lichaam is van God en het is niet van jou. In onze relaties. Jezus had een lichaam. Waarvoor had hij een lichaam? Hij zegt, Heer, heb mij een lichaam toebereid. Waarom? Om andere mensen te dienen. Waarom heb je een lichaam? Om andere mensen om je heen te dienen. Waarom heb je een lichaam? Om je partner te dienen in het huwelijk. Je hebt een lichaam om andere mensen te helpen. Om werken van barmhartigheid te doen. Om een verschil uit te maken in deze wereld. Jij bent het huis van God. Jezus kwam te dienen. Laten wij mensen zijn die dienen. Je hebt een lichaam om mee te werken. Hij zegt, ik werk niet met mijn handen. Nee, je werkt met je hersenen, dat is ook je lichaam. We hebben een lichaam gekregen om te werken in deze wereld. De Bijbel zegt, 6 dagen zul je werken, 1 dag zal je rusten. Werken met je lichaam. Geld verdienen met je lichaam. Dus een financieel offer brengen. Wat je met hard werken en met hard denken verdiend hebt. Is je lichaam gebruiken tot eer en glorie van God. Je kunt dus werken met je lichaam en daarmee geld verdienen. En het eerste van wat je verdient, brengen aan God. En dat is een offer. Zoals Abel, die bracht zijn eerstelingen. En God zegt, man, dit is een offer. En hij nam het aan. Het is allemaal ons lichaam. Zie, dus laten we ons lichaam gebruiken en bewust zijn van ons lichaam. God heeft ons lichaam kostbaar gemaakt. Geef het rust, geef het voeding. Geef het reinheid, geef het ritme. Zorg er goed voor, zodat je alle kracht en alle energie hebt om je lichaam te gebruiken waarvoor je het gekregen hebt. Het tweede punt wat ik wil maken is... Ja, jullie lachen me. Geloof als een heide. Misschien moet ik van al een punt zetten. Nee, we gaan nog een klein stukje. Weet je, iedereen gelooft. Ook mensen die niet geloven, die geloven. Geloof in God is geloof. Niet geloven in God is ook geloof. Maar God heeft ons gemaakt. Maar wij komen in de fase dat we eigenlijk vinden dat het product slimmer is dan de producent. We hebben vandaag slimme auto's. Moet je je voorstellen dat je in je auto stapt. En die auto kan tegenwoordig praten. En je stapt in. En die auto zegt van... Die begint tegen je te praten en die auto zegt tegen je van... joh, weet je wat, ik geloof niet meer in jou. Je hebt me niet gemaakt. En je hebt me ook niet gekocht. En vanaf nu bepaal jij niet meer wat ik moet doen en waar ik heen ga. Ik bepaal waar we heen rijden en ik doe wat ik wil. En ik weet dat er bepaalde voorschriften zijn... die goed zijn om mijn auto in een goede conditie te houden. Maar die schuif ik opzij. Tegenwoordig doe ik het op mijn manier.
Je zou toch raar staan te kijken als je slimme Tesla zo tegen je begint te praten. Helemaal onmogelijk is het niet. Ik moest denken aan het woord van de week. Zijn we nog slimmer dan een koe? En ik ging een rondje fietsen. En er kwam gelijk een hele rij koeien. Ik moest stoppen. En er stond een hele rij koeien. Die gingen zo de weg over. Ik dacht, nu schrijf ik het echt op. Zijn we nog slimmer dan een koe? Want van een koe wordt dit geschreven. In Jesaja 1, vers 3. Een rund kent zijn bezitter. En een ezel zijn krib van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis en mijn volk heeft geen inzicht. Wij zijn van God. Wij zijn zijn eigendom. Met geest, met ziel en met lichaam. En het is bedoeld dat alles wat wij zijn, dat het hem volgt, hem dient, hem verheerlijkt, hem verhoogt, hem op de eerste plaats zet. Weet je, we moeten eigenlijk kiezen van geloven we in onszelf of geloven we in de mammon. Laten we even kijken, want geloven in de mammon is onze maker buiten de deur zetten. Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haat en de ander lief hebben, of hij zal de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En mammon wordt heel groot gemaakt als hebzucht, maar mammon is ten diepste dit. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Zie, mammon dienen is alles zelf doen. Voor jezelf zorgen. Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eet of wat u drinken zult. Niet over uw lichaam, waarmee je zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en lichaam meer dan de kleding? Want al deze dingen zoeken de heidenen, de mensen die niet geloven. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Dat staat in vers 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Weet je, kinderen vertrouwen dat hun ouders de boodschappen doen. De kinderen vertrouwen dat de kast vol is. De kinderen vertrouwen dat de koelkast vol is. De kinderen vertrouwen dat er op tijd eten op tafel staat. De kinderen vertrouwen dat ze gewoon hun kleren in de kast liggen. En dat is heel normaal. En die kinderen die zijn niet aan bezig met bidden en smeken bij de ouders. Alsjeblieft, doet u vandaag nog boodschappen? Want als u... Nee, zij vertrouwen dat. En als ze de kast opentrekken en de kast is leeg, zeggen papa, mama, de kast is leeg. En ze duwen hem dicht. En ze gaan spelen in de volle veronderstelling dat die kast niet heel lang daarna gewoon weer gevuld is en dat het gewoon werkt. Zij zijn bezig met hun missie. Kind zijn. Spelen. Als wij ons bezighouden met de missie waarvoor God ons gezonden heeft in deze wereld. Jezus zegt, ga tegen zijn discipelen. En maak je geen zorgen over wat je meeneemt. Neem geen buidel mee. Neem geen geld mee. Neem niks mee. Ga op de missie. En er zal voor je gezorgd worden. Alles wat je nodig hebt, dat zal er zijn. God heeft ons op een missie gestuurd. Wij hoeven niet druk te zijn met eten, hoe niet druk te zijn met drinken, hoe niet druk te zijn met kleden. We mogen gewoon vertrouwen dat Hij degene is die voorziet. Wij zijn op de missie. Als wij onze missie doen, dan doet Hij de rest. En dan om af te ronden, mijn derde punt. Nee, dat ga ik niet doen. Om af te ronden, laat ik het zo afronden. Denken als de wereld is eerst voor onszelf zorgen. En wat overblijft aan tijd en wat overblijft aan geld, dat is voor God. Denken als de wereld is eerst voor onszelf zorgen. Zodat we eten hebben en drinken hebben. En wat overblijft aan tijd en overblijft aan geld, dat is voor God. Maar het eerste wat we geven en wat we gebruiken is het meest waardevol. En mag ik het hebben over, de tiende kennen we wel financieel. Maar ik geloof ook dat we moeten nadenken over de eerste tien van onze tijd. Sommigen zeggen, ja, ik doe de eerste tien niet financieel, ik doe tien van mijn tijd. Nee, het is beide. Maar de eerste tien van je tijd. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij werkt het in ieder geval zo. Het eerste wat leidt als ik druk ben, is onze tijd met God. Is ons bidden, Bijbel lezen. Het eerste wat leidt is onze tijd met God. Maar het gebruik van onze eerste tien heb ik nog niet eens specifiek over. Tuurlijk, de tijd met God in zijn aanwezigheid zitten. Maar bovenal onze missie in het leven vervullen. Hebben we tijd over voor onze missie? En dan heb ik het niet over in de kerk zitten.
Maar de kerk zitten is goed. Dan word je opgebouwd, je wordt toegerust, je wordt uitgedaagd. Je krijgt de wind van voren, je kijkt in de spiegel. Dat is mijn rol. Maar als je voor de rest er niks meer doet, heb je er helemaal niets aan. Maar je tijd besteden voor God is bouwen. Je tijd besteden is een geestelijke taak oppakken. Is een connect gaan leiden. Is een basics geven. Is een alpha geven. Is mensen opzoeken die het moeilijk hebben. Is bidden met de zieken. Mensen bemoedigen die het moeilijk hebben en die barmhartigheid doen. Bewust mensen opzoeken om het evangelie mee te delen. Of je dat nou op straat doet of je gewoon iemand moet in de winkel of waar dan ook, maar gewoon bewust. Tijd creëren voor de missie die God op jouw leven gelegd heeft om die te vervullen. En zodra wij druk worden met eten, met drinken, met kleding, met werken, met vakantie vieren, met alle andere dingen, dan is dat het eerste wat leidt. Maar wij zijn gezonden voor een missie. Wij zijn gezonden voor een roeping. Ik pak toch mijn derde punt nog heel lichtjes op. Omdat het hierbij past. Het is het leven voor het hier en nu. Het zaad dat bij de dorens valt, wordt verstikt en komt niet tot vrucht. Weet je, wij horen bij de rijkste landen ter wereld. En de Bijbel zegt, het is onze rijkdom die ons afleidt. Waardoor het zaad niet tot zijn doel komt. Onze rijkdom. Wat is onze rijkdom? Onze rijkdom is dat we televisies hebben. Onze rijkdom is dat we feestjes hebben. Onze rijkdom is dat we concerten hebben. Onze rijkdom is dat we social media hebben. Onze rijkdom is dat we Netflix hebben. Onze rijkdom is dat we een baan hebben. We hebben zoveel. En we zijn zo druk met ons leven. Dat onze gemeenschap met God en onze tijd met God eronder leidt. Hoe dikwijls gaan we niet sporten terwijl we nog geen tijd met God hebben gehad? Hoe dikwijls zitten we voor Netflix zonder dat we tijd voor God hebben gehad? Hoe dikwijls zit je op YouTube, Instagram, TikTok voordat je tijd met God hebt gehad? Zie, het is niet dat we geen tijd hebben. Onze rijkdom heeft onze prioriteit. Zie, als mensen in arme landen wonen, dan kijken ze eerst van, woont hij in een huis van stenen? Of van plastic? Heeft hij wel een scooter of geen scooter zodat hij kan werken? Staat er een koelkast zodat ze zijn gezin te eten kan geven? En als laatste komt, staat er een tv. Wij hoeven over al deze dingen helemaal niet na te denken. Hoe laag ons leven ook is in Nederland, we hebben al deze dingen. Het is onze rijkdom. De drukte van het leven en alles wat het leven ons te bieden heeft. Waardoor we geen tijd vinden om stil te zijn en bij hem te zitten. En ik praat net zo hard tegen mezelf als tegen jullie. Laat op alle locaties gaan staan en onze ogen sluiten. Bekeren is 180 graden omdraaien. Dat betekent anders gaan denken. Totaal anders gaan denken. Vanmorgen heeft God ons uitgedaagd om anders na te denken over ons lichaam. Wat zijn tempel is. Het lichaam wat hij aan jou gegeven hebt om hem te dienen en om hem te worshipen. Soms bekeer je jezelf voor de eerste keer. Soms voor de derde keer. Soms voor de duizendste keer. Maar laten we vanmorgen, als we hier met elkaar samen zijn, in het huis van God, laten we er bewust voor kiezen om Christus op de troon te zetten in ons hart.
Zeg tegen God, neem een besluit. Heer, ik wil u op de allereerste plaats zetten. Ik wil dat u op de troon zit in mijn hart. Ik wil dat u regeert. En als u regeert, dan ben ik degene die dient. En je lichaam is de tempel. Als je niet gedoopt bent, ben je niet bekleed met Christus, zegt de Bijbel. Bekering heet op andere gedachten komen. Misschien heb je tot nu toe geredeneerd, ik heb het niet nodig om ondergedompeld te worden. Maar jouw lichaam is niet van jou. Het is van hem die het jou gegeven heeft. En zijn opdracht is, bekleed het met Christus. Als je het niet gedaan hebt, fix het. Bekering niet. Ik ga ervan uit dat als je in ons huis bent gedoopt, dat de handen opgelegd zijn, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest, ga naar de gebedsteams, naar de samenkomst. En zeg van, ik weet niet of ik de Heilige Geest heb. Laat ons je de handen opleggen, zodat je de Heilige Geest ontvangt. En dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. En laten we een nieuw commitment maken vanmorgen. Om het vuur brandende te houden. Je hersenen zijn van hem. Laat je hersenen niet denken wat je hersenen willen denken. Laat je hersenen denken wat God wil dat je denkt. Daar heb je ze voor gekregen. Gebruik je lichaam om hem te aanbidden. Dat hoeft niet per se publiek. Je kunt ook thuis in je slaapkamer op de knieën gaan. Je kunt ook thuis in je slaapkamer je handen opheffen. Je kunt ook thuis in je slaapkamer hardop bidden. Laten horen dat je bidt. Vruchten van je lippen. Je kunt ook thuis in je woonkamer kun je dansen. Voor hem, maar gebruik je lichaam. En in alle relaties, of het nou je huwelijk is, je familie of je gezin, kies om je lichaam te laten dienen. Gebruik je lichaam om andere mensen te helpen. En als laatste, gebruik je lichaam. Gebruik je denken. Gebruik je alles wat je lichaam is. Om te verdienen. Om te werken. Voor jezelf. Om voor je familie te kunnen zorgen. Te kunnen geven. En aan God te kunnen geven. Het zijn een hoop besluiten voor verschillende mensen. Vader, we staan hier deze morgen in uw tegenwoordigheid. In het besef, Vader, dat wij helemaal van u zijn. We zijn van u met onze geest. We zijn van u met onze ziel. We zijn van u met ons lichaam. En vanmorgen willen we, zoals Paulus zegt in Romeinen 12... wat u zegt, wat onze godsdienst is, wat onze eredienst is. We willen ons lichaam aan u aanbieden. Als een levend offer. En Vader, vernieuw onze gedachten en ons denken. Op alle terreinen waar het nog niet in lijn is met uw wil. Want wij willen dat u Heer bent in ons leven. We willen dat u Heer bent in ons denken. We willen dat u Heer bent in ons voelen. We willen dat u Heer bent in ons lichaam. We willen dat u Heer bent in onze relaties. We willen dat u Heer bent in onze financiën. We willen u, Vader, dat u alle eer, alle glorie krijgt. Dat onze lichaam en ons leven, glorie en tempel voor de heerlijkheid en het vuur is van God brandt, Vader. Daarom zijn we hier in deze wereld. Vader, we prijzen deze morgen, Vader, voor uw grootheid en voor uw goedheid. Vader, wij zijn er om u te dienen en wij zijn er om u te volgen. Dank u wel, Vader, voor uw goedheid en uw trouw. In Jezus' naam. Amen.